Hi, welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en vandaag gaan we het hebben over mijn 3 maanden ervaring in het carnivore dieet en ik ga bewegen. Barbecue is what we do. Sowieso omdat we die mega grote steek. Hé joh, smerige dikke prop, zo de miet erop joh. Ja jongens, het is alweer even geleden. We zijn 3 maanden hier al mee bezig. En dat is best een heel gebeuren geweest. Voor mij ook een hele ervaring. Ik vond het en vind het heel bijzonder. Ik ben zelfs helemaal uit het dieet. Daar ga ik straks even over hebben. We gaan straks ook wegen, dat zeker. Maar hoe is het nou begonnen? Allereerst, ik heb 7 jaar geleden dus een bedrijfsongeval gehad als bouwvakker. Ik ben van het dak gevallen. Ja, dat is niet heel slim, dat snap ik. Op de punt van mijn elleboog, dus rechts is beperkt. En daar heb ik altijd zenuwpijn en daarom heb ik ook een brees om. Dat tezij, maar dat maakt het wel heel erg moeilijk om te gaan sporten in die periode. En dat was eigenlijk nog veel moeilijker, want in het begin moest ik heel veel revalideren. Wel 3 keer op een dag, ik heb al 3-4 operaties gehad. Nou ja, dat allemaal tezij. Maar in een later stadium wou ik dus gaan sporten en daar ben ik mee bezig geweest met fysiotherapie en noem het allemaal maar op. Maar ik kwam daar niet uit en ik ben wel heel erg van het barbecuen. Wat is er nou gebeurd? Ik ben te veel gaan barbecuen en veel gaan eten en helemaal nergens op gaan letten. Want ik wou plezier na dat hele drama. En toen ben ik dus uiteindelijk zeg maar veel te dik geworden. Dus om even jou fix aan de tand te voelen. Ja. Jij zegt dus dat ik weer in de 2 cijfers kom. Jij komt in de 2 cijfers, 25 kilo is eraf voor de wintermaand. Weet jij wel zeker wat jij zegt? Ik weet zeker wat ik zeg en ik geloof erin. Rinus, jij kan dit. En hoeveel weeg ik dan? En dit biggetje weegt dus 120 kilo schoon achter de schort. En dus in het begin aan het carnivore dieet, 's morgens met een bakje koffie en je eet alleen maar vlees, eieren en boter. En Jasper die zei tegen mij, ja Rinus, je eet na verzadiging, dus als je geen honger meer hebt, want je zit vol, dan stop je. Dus ik begon gewoon te eten 's morgens en de hele dag door en 's avonds ook weer. En voordat ik naar bed ga nog een paar eitjes, want dat vond ik wel lekker. En ik viel niet af, dus ik bel Jasper op en ik zeg, hey Jasper, dat gaat niet helemaal lekker. Ik val niet af, wat is er aan de hand die eerste week. En ik heb ook het probleem dat ik dus niet in die ketose kom, want ik word niet ziek. Nou, dat gezegd te hebben, zegt hij tegen mij, hou nou op met dat gevreesd van je en begin pas te eten om 11 uur en stop met eten om 8 uur. Nou moet ik zeggen dat ik dus wel in die ketose beland ben, maar ik heb daar geen last van gehad. Ik ben niet ziek geweest. Dat geluk heb ik gehad. In die eerste week kun je namelijk best een beetje ziek worden, omdat je dus geen suikers meer krijgt en je lichaam vraagt daarnaar, want eigenlijk is hij een beetje verslaafd. En dit hou je dan gewoonweg een paar weken aan. Ja, heerlijk joh. Stukken vlees, eieren gekookt, gepocheerd, gebakken, omeletten, ham, alles erop. Maar het was op een gegeven moment wel zover met mij. En dan denk ik dat het ongeveer 3-4 weken duurde. Dat ik dacht, hey ja, maar ik ben toch wel een beetje mijn speelruimte kwijt. En hoe zit dat nou? En waarom kan ik niet ietsjes mayonaise hebben? Want als daar dan iets suiker in zit, ja, dan neem ik 1 eetlepel. Wat is dan überhaupt dan nog aan suiker daarin? En noem het maar op. Dus ik heb Jasper gevraagd, hey, hoe doen we dat nou? Hoe zit dat nou? En daar hebben we ook een volledige video van gemaakt. Maar het kwam er eigenlijk uit van, ja, 20 gram per dag suiker, koolhydraten. Dan blijf je in ketose. En heb je toch wat speelruimte om wat extra's te doen met kaas en noem het allemaal maar op. Tada! Ja, het is het moment gekomen om te gaan wegen. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb de hele rit gedurende elke dag ongeveer 1,5 à 2 liter water gedronken, aangevuld met elektrolyten en eiwitshakes, want Jasper heeft daar eigen producten voor. Nee, dit is echt geen reclame. Het heeft mij gewoon heel erg geholpen. Maar ik moet daar wel bij zeggen, het is een beetje voor de mindset. Het water smaakt lekkerder. Hij heeft producten voor in thee. Hij heeft producten voor in shakies en noem het allemaal maar op. Ga er maar eens kijken bij Ultimate Nutrition. Misschien helpt het jou. En gaan we nu maar denk eens even wegen. Want ik ben echt wel nieuwsgierig wat ik nu weeg. Nou, daar gaan we. 3, 2, 1. 100 kilo? Jongens. Wie had dit toch kunnen bedenken? 20 kilo kwijtraken in 3 maanden. Nou, ik niet. En ik voel me ook nog super energiek. Ik moet erbij zeggen, ja, mentaal. Ja, ben ik natuurlijk mega sterk. En nog sterker geworden. Maar ja, mijn huid, dat is ook al een dingetje. Want ik heb eigenlijk al 15, 20 jaar psoriasis. En ook dat is een stukje rustiger, jongens. Dat mag echt gezegd worden. Ik voel me fantastisch. Het werkt dus echt heel goed bij mij. En of het bij jou werkt, ja, dat zou je dan zelf even moeten proberen. En misschien past het wel niet in je levensstijl, maar bij mij in ieder geval wel. Het past perfect bij barbecuen, vleesjes, visjes, alles wat beentjes en vinnetjes heeft, kun je dus prima eten. Ja jongens, het is echt variabel. Je moet er alleen een beetje creatief mee omgaan. Maar vooral ook heel erg goed luisteren naar je lichaam en daar goed mee omgaan.
ik moet ook wel vertellen dat ik een playlist heb gemaakt. Een carnivore playlist met alles omtrent het carnivore dieet. En wat ik gemaakt heb, daar gaat nog veel meer bij komen. Ik ga nog receptjes erin maken. Want ik heb jullie nog wat te vertellen dat ik uit het dieet ben. Ja, dat is het eigenlijk wel echt zo. Ik ben er helemaal uit. Ja, word nou niet helemaal zenuwachtig, want voor mij is het gewoon een levensstijl. Het past bij mij, het is heerlijk, het past prima bij mijn hobby, barbecuen. Dus ja jongens, echt waar, blijf lekker hangen, er komt nog heel veel aan. Ik ga heel veel dingetjes maken die perfect in dit dieet passen, want ik heb zelf natuurlijk ook altijd honger. Nou ja, dat gezegd hebben, zeggen we net als elke week, hashtag verrekte lekker. En tot de volgende! Hey, jij daar! Kom je van de week weer even kieken? Dan bedenk ik vast wat lekkers voor in je bakkes! Pom, 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 pom.